Leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 2. Dat is van maandag 9 januari tot en met zondag 15 januari. Zal een kaart schudden om te kijken wat week 2 voor de leeuw gaat brengen. Dan lijkt het leeuw alsof je echt het gevoel hebt deze week dat er een kans is die je mag pakken, die ontzettend bij je past. En ik heb het idee dat je er ook echt naartoe gewerkt bent. Je hebt echt wel je resultaten bereikt. Je hebt dingen gedaan waarbij je echt, die niet altijd makkelijk afgegaan zijn, maar die je wel met een bepaald doel gemaakt hebt. En daar mag jij nu ook de vruchten van gaan plukken. Het lijkt gewoon alsof je ontzettend goed in je vel zit. Alsof je blij mag zijn waar je nu staat op dit moment. En dat is echt niet alleen maar makkelijk geweest. Dus dat is extra reden om trots te zijn. Het kan zelfs betekenen dat er bijvoorbeeld een nieuwe baan gaat komen, een nieuwe woonplek gaat komen. In ieder geval iets voor de langere termijn. Met een bepaalde achtergrond waar je echt wel even wat moeite voor hebt moeten doen of nog moet gaan doen. Maar wat je met alle liefde eigenlijk wil gaan doen, omdat het best wel een behoorlijk grote persoonlijke groei betekent. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.